Aaron Blommaerts, welkom op de Kastaars. Wat verwacht je van de avond? Wat verwacht ik van vanavond? Ja, dat we ons allemaal een beetje mogen amuseren. Hè? Dat verwacht ik ten eerste, dat we het echt een toffe show vinden om naar te kijken. En los daarvan, ik verwacht dat het allemaal goed afloopt. Want het is toch allemaal spannend volgens mij. Dat is een nieuwe show. Dat is toch een serieuze druk voor het productiehuis ook dat moet maken. Maar het is volgens mij wel in goede handen. Ja. Zeg, en hoop jij nu dat familie de award zal winnen? Ja, tuurlijk moet ik hopen op die award. Hè. Het zou maar stom zijn, dat zou weinig competitie betekenen. Maar ja, ik ben ook realistisch en ik weet ook dat er echt zotte programma's ook zijn genomineerd. Waar ik ook zelf graag naar heb gekeken, zoals Undercover. Nonkels bijvoorbeeld heb ik nog niet gezien. Maar daar is zoveel over gezegd en zo over gesproken. Maar als ik eens tijd heb, ga ik het zeker doen. Ga ik zeker kijken. Maar langs de andere kant, de clash tussen de soaps. Hebben jullie al wel gewonnen dan? Want Thuis heeft die shortlist niet gehaald. Nee, dat is waar. Maar kijk, wie weet zijn zij het dan weer volgend jaar. Dat is altijd, dat is ook zo met de Story Awards geweest, dat familie altijd won. Uiteindelijk ging daarvan uit dat iedereen, dat familie zou winnen. En uiteindelijk won Thuis dan toch eens. Dus ik denk misschien dat we dit jaar beginnersgeluk hebben, wie weet. Wie mag van jou mediapersoonlijkheid van het jaar worden? Wel, ik heb het hier net verteld. Mediapersoonlijkheid, misschien wel Fien Germijns. Ik vind Fien heeft sinds dit jaar echt zo een heel straf tv-debuut gehad. En doet dat gewoon super zot goed. Echt alsof dat hij dat al jaren doet. En dat moet het toch wel kunnen. Ja. En volgend jaar op de shortlist, Aaron Blommaerts? Op de shortlist, ja, wie weet. Ik ga mijn best doen. Maar ik ga eerst vooral genieten van de show. Dat ga ik doen.